we zijn dus nu in Roller Dreams van Wonder. Ik heb er toch maar aangevraagd om de rollerschaatsen aan te doen. Goedemorgen en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie een dagje meenemen in mijn leven. Vandaag ga ik namelijk eindelijk weer een keer naar een pers-event. Het is zo lang geleden. Door alle maatregelen kon het iedere keer niet en was heel veel digitaal. Maar eindelijk ga ik weer naar Amsterdam. Dus ik heb me helemaal opgefrist klaargemaakt. Ik heb eindelijk weer een keer krullen in mijn haar. Dat heb ik ook echt nooit. Maar ik dacht, weet je, ik doe het vandaag weer een keertje. Lekker leren jasje aan, want het is super warm. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. Het is een event van Garnier en er worden allerlei nieuwe producten gepresenteerd. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ja, we gaan het gewoon zien. Nou, ik ben inmiddels aangekomen in Amsterdam. Het is echt super lekker weer. Net ook met het pontje hier over het water. Echt zo lang geleden dat ik dat heb gedaan. Ik ben nog een beetje vroeg. Dus ik denk dat ik gewoon lekker op een bankje hier aan het water ga zitten. Want het is echt super lekker weer. Ja, het is dus echt heerlijk weer. De zon schijnt echt volop. Zo lekker met het water, met het briesje. Het is nu denk ik iets van 18 graden of zo. Dus het is echt perfect. Nou, inmiddels aangekomen op het event en we zijn dus nu in Roller Dreams van Wonder. En ik ben hier met Ilse, we hebben elkaar net ontmoet. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd, we gaan het zien wat het allemaal is. We hebben de watermeloen, we hebben de papaya, we hebben banaan en we hebben aloe vera, die staat er achterin. De watermeloen is voor pijn, puntloos haar. We hebben de papaya, die is voor beschadigd. Hier heb je de bar met allerlei lekkere hapjes en ook de producten staan ertussen. Het ziet er super leuk uit. En ook deze lekkere smoothies. Hier zie je nog weer alle producten uitgestald. Alles bij elkaar met alle groenten en fruit. Het ziet er zo leuk uit. Dit is dus de watermeloen versie. Dit zijn de haarmaskers. En hier heb je dus de banaanversie, de banaan haarmasker. En dit is dan papaya en aloe vera. Ik heb me er toch maar aangevraagd om de rollerschaatsen aan te doen. Ik kan dus niet skiën of schaatsen. Dus ik ben bang dat het echt gewoon niet gaat lukken. Maar ik dacht, ik moet het gewoon echt even een keer proberen. Het event is inmiddels voorbij en ik kan denk ik eindelijk weer tegen jullie praten, want het was super luidruchtig daar tijdens het event met alle muziek en zo. Ik zit nu eventjes lekker langs het water. Ik had het super warm van het rollerskaten. Ik had het dus nog nooit gedaan en dit was de allereerste keer. En nou, ik vond het makkelijker dan skiën, want dat kan ik dus eigenlijk ook niet. Maar ik ben wel één keer gevallen. Dus of het nou goed ging, niet echt. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En ik heb ook een kleine goodie bag. Of nou klein, er zit op zich best wel wat in. Dus dat wil ik nog even laten zien. Het event draaide dus om deze lijn. Dit is de Garnier Fructis Hair Food lijn. Hij wil niet scherp stellen uiteraard. Maar dat zijn deze producten. Ik heb dus meerdere shampoos en conditioners. Ik zal het straks wel even wat beter laten zien. En ook meerdere haarmaskers. Maar het is dus niet echt een nieuw product. Maar wel dat deze lijn nu eindelijk in Nederland verkrijgbaar is. Want hij was eerder altijd wel in het buitenland verkrijgbaar. Maar dus nog niet in Nederland. En hij is dus nu in Nederland verkrijgbaar exclusief bij Kruidvat. Ik loop nu nog eventjes lekker in Amsterdam. Nog even lekker geshopt bij onder andere de Morphe Store. Daar was ik nog niet geweest sinds het open is. Het is echt super lekker weer. Voor het eerst in mijn hele leven een keer alleen op een terrasje gezeten. Dat heb ik ook echt nog nooit gedaan. Maar ik dacht, ja, ik ben nu voor het rest alleen in de stad. Dus waarom niet? Ik wil eigenlijk nog wel eventjes graag laten zien wat ik nog meer heb geshopt. En wat er nou precies in de goodiebag zit.
Ik kan ze nu eindelijk inmiddels wel beter laten zien. Want zoals je ziet, ik ben inmiddels weer thuis. Het is de volgende dag. Ik vond het pers-event wel echt heel erg leuk. Ik vond het echt super mooi aangekleed. En ik was ook nog nooit in Wonder geweest. Dus dat was ook heel erg leuk om dat te zien. Maar dus de nieuwe Garnier Fructis Hair Food werd gepresenteerd. Of eigenlijk moet ik zeggen, het is niet helemaal nieuw. Ik had stiekem gehoopt dat er echt een compleet nieuw product gepresenteerd werd. Maar dat was helaas niet het geval. Maar wat wel zo is, deze Garnier Hair Food lijn, die heb ik zelf al meerdere keren geprobeerd. Ik woon namelijk vlak bij de grens in Duitsland. En in Duitsland is deze lijn al best wel lang verkrijgbaar. Maar het is nu eindelijk ook makkelijk in Nederland verkrijgbaar. Er waren af en toe wel hier en daar wat webshops waar ze verkrijgbaar waren. Maar het is nu eindelijk gewoon bij de Kruidvat verkrijgbaar. Dus dat is echt top. Ik had zelf dus al ongeveer vorig jaar had ik de bananenlijn geprobeerd. Want dat leek in eerste instantie mijn favoriet. Maar nu ik ze eindelijk allemaal een keer heb kunnen ruiken, is denk ik toch wel papaya mijn favoriet. Ik vind banaan namelijk super lekker. Maar ik vind deze banaan soms een beetje te extreem heftig in de douche. Dat hij echt zo extreem zoet naar banaan ruikt. Dat ik denk dat ik papaya nog net eventjes iets lekkerder vind. Iets minder intens en iets minder heftig. Maar alsnog echt super lekker. Ik ben onder andere naar de Morphe Store geweest. Er is al ongeveer 1,5 jaar is er een Morphe Store in Amsterdam. Maar ik was er nog nooit geweest. En nu was ik voor het eerst geweest en ik heb 1 dingetje gekocht. Ik heb een oogschaduwplet gekocht. Ik zag hem en ik dacht, ik kan die niet laten liggen. En dit is hoe de verpakking eruit ziet. Heel erg mooi roze. Ik heb dus zelf echt nog helemaal niks van Morphe. Ik denk dat dit je wel een beetje verbaast. Maar het heeft me nooit echt heel erg getrokken om iets te kopen. Maar toen ik deze zag, dacht ik, nou, die wil ik wel echt proberen. En dit is het 9V Vintage Rose Palet. En dit palet vond ik er zo tof uitzien. Met 9 kleurtjes. Allemaal natuurlijk een beetje nude. En een beetje naar de roze kant. Want dat is op dit moment echt mijn meest favoriete oogschaduwkleuren. Ik heb nu ook wel een beetje een soort van roze-achtige look op. En ik dacht, nou, deze wil ik wel echt graag proberen. En hij was maar €14. Dus dat vond ik echt een prima prijsje. Ik heb geen reviews gelezen of wat dan ook. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En ik ben ook nog eventjes bij Lush geweest. En daar kocht ik deze 2 producten. Hier is wel echt een soort van patroon in te zien. Want het is allebei sinaasappel. En ik rook deze. Dit is de Orange Shower Scrub. En deze vond ik zo lekker ruiken. Dat ik echt dacht, nou, deze moet met me mee. En bij de kassa zag ik deze staan. En dit is een Sweet Wild Orange Hand Balsam. Ruikt wederom ook naar sinaasappel. Echt super lekker. En ik heb eigenlijk nog nooit een handcreme of een handbalsem moet ik eigenlijk zeggen. Nog nooit geprobeerd uit een potje. Maar ik hou wel echt van handcremes. En ik dacht, nou, zo'n potje, misschien is dat wel gewoon heel handig voor thuis naast de computer en zo. Misschien pak ik er dan iets vaker bij. Maar oh, deze ruikt zo lekker. Ik vlog natuurlijk niet zo heel erg vaak, maar ik vond het wel echt een leuk moment om een keertje te gaan vloggen. En laat me even weten in de comments hier beneden of je vaker zo'n soort vlogs wil zien. Want ik word wel vaker uitgenodigd voor pers-events. Maar ik ga heel vaak niet heen omdat het toch wel lange reistijd is. Maar als jullie zo'n soort vlogs nou leuker vinden om te zien, laat het even weten. Want dan ga ik dat zeker vaker doen. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zie je graag de volgende keer weer. Doei doei!